welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een nieuwe opruimvideo. Ik heb dus laatst een video geplaatst waarin ik al mijn make-up heb opgeruimd in mijn beauty room. Vandaag ga ik mijn skincare opruimen. Ik was laatst aan het kijken in mijn skincare lades en ik zag dat er gewoon zoveel lag en het is echt zonde. Want vooral als het gaat om skincare, ik doe echt super lang met één product. Echt weken en af en toe zelfs maanden en dan ligt alles hier maar. Het is gewoon super super zonde en alles wat hier ligt is ook allemaal nieuw. Want wat ik gewoon everyday gebruik, wat ik gewoon elke dag gebruik, staat in de badkamer. En dan elke keer als er iets opgaat, ga ik hier in mijn kast. En dan kijk ik naar wat ik weer wil gaan gebruiken. Maar er ligt nou zoveel dat ik denk, ja, een heleboel kan ook gewoon weg. Wat echt nieuw is en ongebruikt, wat echt bijna alles is. En ik wegdoe, gaat in de winactie. En wat ik al heb gebruikt, geef ik gewoon aan mijn moeder. Dus wij gaan vandaag gewoon met z'n allen kijken naar wat ik allemaal kan wegdoen qua skincare. En zulke video's zijn denk ik ook wel leuk. Want dan kun je ook gewoon zien wat ik allemaal heb in mijn collectie qua skincare. En het is weer een boel, dus er kan denk ik wel best wel wat weg. Dus ik ben benieuwd. Dus ja, dat is wat we vandaag gaan doen. En vind je dit nu al leuk, vergeet niet te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, ik sta dus nou in mijn slaapkamer, niet in mijn beauty room, want al mijn skincare ligt hier. En het ligt allemaal hier. Ik denk tot ongeveer de la hier. Daaronder ligt allemaal van alles, maar dat heeft niks te maken met skincare. Dus ik denk vanaf hier tot hier is allemaal skincare. En we gaan gewoon beginnen bij de bovenste. Oké, lade 1. Ik moet hem een beetje schoonmaken, maar dat ga ik wel hierna doen. Lade 1 zijn al mijn gezichtscleansers. Dus alles om mijn make-up mee af te halen en zo. En die heb ik een heleboel. Ik moet wel zeggen dat ik qua deze producten, qua gezichtscleansers, er altijd best wel snel doorheen ga. Omdat ik die echt elke dag gebruik. Want ik maak me echt like elke dag op en dan moet het er weer af. Dus deze producten gebruik ik allemaal best wel vaak. Maar ik ga toch wat weghalen. Deze haal ik niet weg. Deze Pixi Milky Cleanser. Deze hele collectie van hun, de Milky collectie, is echt amazing. Dus deze hou ik sowieso. Deze van Clinique hou ik ook, want ik heb al eerder een cleanser van hun gebruikt. En die was echt super fijn. De Gentle Facial Wash van de Body Shop heb ik nog nooit gebruikt. Maar ik heb niet heel veel producten van hun gebruikt. Dus ik wil hun skincare wel gaan proberen. Dus deze hou ik ook. Ik denk dat ik alle kleine dingen wegdoe. Dus deze allemaal. Ja, of trouwens nee. Deze L'Occitane Cleanser is ook wel heel fijn voor een droge huid. Deze ga ik wel houden. Ik denk dat ik deze twee wegdoe. Dan heb ik hier van de Body Shop nog een gezichtscleanser. Zoals ik al net zei. Ik wil meer producten van dit merk proberen. Dus deze hou ik. Ik heb hier een gezichtsolie. Ik hou van olie. Vooral omdat ik een normaal tot droge huid heb. Ik hou daar altijd van. Dus deze hou ik. En ik heb hier een cleanser van Clarins. Deze wil ik ook proberen. En dan als laatste hier twee cleansers van Clay & Glow. Hou ik sowieso. Want al hun producten zijn amazing. Dus ik twijfel er niet over dat ik deze fijn ga vinden. En ik denk dat ik deze cleanser van CS weg ga doen. Dus wat ik weg ga doen is nou deze 3 producten. Die gaan in winacties. En dan is dit wat er overblijft van de gezichtscleansers. We gaan verder met laatste 2. Nummer 2 zijn toners. Dit is volgens mij, nee, dit is geen toner. Dus ik weet niet wat hij hier doet in de la. Dus deze ga ik even veranderen van plek. Ik heb er een heleboel van Pixi. Want hun sturen er altijd echt superveel op. Dus ik heb hier echt een hele grote. Deze heb ik al ooit eerder gehad. En die heb ik al opgemaakt. Dus dit is mijn tweede grote. En er staat ook zo mijn naam op. Dat vind ik echt heel leuk. Dus deze hou ik sowieso. En dan heb ik hier nog een aantal van hun. Zoals ik al net zei, hun Milky collectie is echt amazing. Dus die hou ik. Ik denk dat ik deze kleine ook gewoon wegdoe. En deze hou. Dan heb ik er hier nog 2 van Revox. Deze wil ik sowieso houden. Deze heb ik nieuw. En deze wil ik gaan proberen. En ik heb er hier eentje van Webbekos. Voor de normale tot droge huid. Dus dat is echt precies mijn huidtype. Dus deze wil ik ook proberen. Dus ik denk dat ik gewoon hier bijna alles hou. Het enige wat ik weg ga doen is deze mini toner. Want dit is de mini versie van de grote. Dus ja, ik denk dat het wel leuk is om die in een winactie te doen. Want dan kan iemand hem proberen. We gaan verder met lade nummer 3. Wat hebben we hier? Oh, hier zijn alle scrubs. Ja, dit heeft allemaal te maken met de scrubs. Zoals hier deze Amande of zo is. Is een body scrub van L'Occitane. Body scrubs ga ik echt heel erg hard doorheen. Omdat ik dus altijd mijn lichaam bruin. En ik mijn lichaam dan altijd helemaal moet scrubben. Dus ik scrub echt sowieso 1 keer in de week. Dus deze hou ik. Ik heb hier van Revul of zoiets. Heb ik ook een cleansing scrub. Is het voor je lichaam of je gezicht? Ik denk mijn gezicht. Even kijken. Ja, cleansing scrub. Ik denk dat dit voor mijn gezicht is. Dus deze ga ik
houden. Die wil ik wel proberen. Jongens, ik hou echt bijna alles. Oh my god. Ik heb hier van Clarins body scrub. Ja, nog een body scrub. Die hou ik dus ook. Ik kan die echt niet genoeg hebben gewoon. Ik heb hier een voetscrub. Ik gebruik niet heel vaak voetscrubs. Ik denk dat ik deze weg doe. Ik heb hier nog een scrub masker. Deze heb ik al één keer geprobeerd in een video. En ik vond hem wel fijn. Dus deze hou ik. Ik heb hier van de Milky collectie weer van Pixi & Scrub. Heel deze collectie hou ik. En ik heb hier twee scrubs van Spa van de Action. Deze doe ik weg. Dus dit is dan wat ik hou qua scrubs. Niet heel veel. Oké, nou zijn we gearriveerd bij een hele volle la. Dit zijn allemaal crèmes. Dus lichaamscrèmes, gezichtscrèmes. Gewoon alles wat een crème is, ligt in deze la. Dus we gaan even kijken wat hier weg kan. Want ik heb echt weer een heleboel. Ik heb hier ook een heleboel van Revox. Die heb ik allemaal net nieuw. En die wil ik allemaal nog wel gaan proberen. Dus die doe ik sowieso niet weg. Of ja, trouwens misschien deze doe ik misschien wel weg. Even kijken wat dit is. Nee, ik denk dat ik deze gewoon hou. Want ik wil echt even dit merk proberen. Ik heb hier een hele grote body butter. Deze hou ik sowieso. Ik smeer altijd elke dag rijkelijk mijn lichaam in met dit. Dus deze ga ik ook houden. Voor als die ik nu gebruik op is. Ik heb hier van Revue weer een intensive facial cream. En hier een hydrating facial cream. Ik heb nou wel echt heel veel gezichtcremes van hun. Dit zijn allemaal van hun. Dus ik heb er hier echt 5. Ik weet niet of ik er echt 5 wil. Ik denk dat ik deze weg ga doen. Deze gaat weg. Even kijken. Ik heb hier een Feed Skin Feed Mind gezichtscreme. Deze heb ik volgens mij gebruikt in een hoodie box. Dus deze ga ik nog wel gewoon houden. Ik heb hier ook eentje van Verso. Deze doe ik weg. Ik heb hier een body milk van L'Occitane. Deze hou ik. Ik heb hier een body butter van Spa. Deze doe ik weg. Ik heb hier ook van Revue een day cream. Hyaluron day cream. Deze hou ik ook. Van Clarins heb ik ook een gezichtscreme. Deze hou ik zeker. Van Spa heb ik ook een crème. Die doe ik weg. Van Honest Beauty ook een crème. Deze hou ik ook zeker. Want dit merk wil ik ook wat vaker gebruiken. Dan heb ik hier een gel masker van Webbekot. Is dit een masker of een gezichtscreme? Ik weet niet zo goed wat dit is. Ik weet niet of het een gewone gezichtscreme is of een masker. Maar ik ga hem wegdoen. Van Human & Kind heb ik hier een bodyolie. Ik wist niet eens dat ik een bodyolie heb, joh. Deze wil ik zeker wel gebruiken, hoor. Dit is voor je gezicht, je haar, je lichaam. Je kunt het gebruiken voor wat je wilt. Ik wist niet eens dat ik die had, dus deze wil ik gaan proberen. En dan als laatste nog twee crèmes van Pixi. Ik denk dat ik de Retinol hou en deze andere van Pixi doe ik weg. Oh! Wacht, er is hier nog meer. Oh my god. Ik wist niet eens dat er nog meer hier zat. Ik heb hier nog een crème van Clarins. Deze hou ik zeker. Ik vind Clarins echt amazing. Dus alles wat ik heb van hun gaat gewoon echt niet weg. Ik heb hier nog een gezichtscrème van Webbekot. De crème die ik nu gebruik is ook van Webbekot. En ik vind hem best wel fijn. Maar ik ga hem toch alsnog wegdoen. Omdat ik gewoon zoveel crèmes heb op dit moment. Ik heb hier een body yoghurt van Body Shop. Deze hou ik. En van Ivaya of zoiets. Een face cream. Ik denk dat ik deze wegdoe. Dus dit is dan wat ik allemaal hou. Nou, ik denk dat deze de laatste la, maar meest volle la is. Dit zijn al mijn serums. En die krijg ik altijd zo ontzettend veel, dat deze la echt helemaal vol is. Dus laten we gaan kijken wat we hiermee gaan doen. Wat je al gelijk ziet is dat ik weer een heleboel heb van Revox. En hebben me echt zoveel gestuurd. Even kijken of ik echt alles wil houden. Dit is een peeling solutions. Alles wat te maken heeft met peeling hou ik, want dat is gewoon heel goed voor de huid. Ik heb hier een brightening solution. Brightening vind ik heel fijn voor mijn huid, want dat laat mijn huid glanzen. En ik heb best wel een doffe huid, want mijn huid is droog. Dus deze hou ik ook. Ik heb hier een vitamine C. Ik denk dat ik deze weg doe. Hier heb ik een anti-aging. Die hou ik ook, want hè, ik ben al 26. Ik heb hier nog zo'n vitamine C. Volgens mij is dit de same als die andere. Ja, oh mijn god. Ik heb gewoon twee identieke. Ik denk dat ze mij gewoon twee hebben gestuurd. Ik weet niet waarom. Misschien was dat een foutje. Ik doe ze gewoon allebei weg. En dan hier nog van hun een multi cocktail. Deze hou ik ook. En ik heb hier nog een hydrating. Deze hou ik sowieso, want mijn huid is droog. Dus deze hou ik allemaal van Revox. Ga ik allemaal proberen. Dan heb ik hier van Dr. Botanicals ook een reverse facial anti-aging. Ja, anti-aging hou ik ook. Dus deze hou ik. Ik heb hier van Revue Hyaluronic Anti-Wrinkle Treatment dingen. Deze ga ik proberen. Ik was vergeten dat ik die had. Volgens mij is dit zo'n week treatment. Ja, dit is zo'n week treatment met allemaal van die hyaluronic capsules die je 1 week kunt gebruiken. Want er zitten 7 capsules in, dus 1 per dag. Deze ga ik zeker proberen. Ik ben heel benieuwd of hij mijn huid echt een hydratatieboost gaat geven of niet. Ik heb hier van Vital een Energy Serum. Volgens mij had ik die gehad in een box, maar ik ga deze wegdoen. Van Revue heb ik hier ook weer een Facial CBD. Even kijken, volgens mij heeft dat te maken met wiet en zo. Oh my god.
moisturizers en protects. Ik denk dat ik deze weg doe. Ik heb hier van Filorga ook een repair iets. Deze hou ik open, want ik vind dit merk echt super fijn. Dit merk is te koop bij Easy Paris. Is niet echt het meest goedkope merk, maar ik vind hem echt heel fijn. Van Revox heb ik hier de Skin Therapy Olie. Deze ga ik gebruiken. Die is ook goed voor strié en zo. Deze ga ik eventjes uit de la halen en gewoon hier neerzetten. Want dan kan ik hem zien en dan ga ik hem gebruiken. Er staat op voor stretch marks, scars en zo. Dehydrated aging skin en blemishes. Deze ga ik vanaf vandaag gelijk proberen. Ik heb hier van Yogorbe ook eentje. Deze doe ik weg. Van Revlon heb ik nog iets hydrating. Ja, deze hou ik. Van Bioskelsia heb ik ook deze geweldige Day & Night White Gold Elixir. De roze en de witte van hun zijn echt amazing. Ik raad ze echt aan. Ik heb ook een 30% kortingscode voor jullie. Deze producten van hun, amazing. Echt love it. Oké, wat hebben we hier nog meer? Van Olaz heb ik hier een 24 Retinol Nacht Serum. Deze ga ik houden. Is wel fijn voor in de nacht, denk ik. Van CS heb ik ook een Hyaluronic Acid Ampoule of zoiets. Even kijken wat dit is dan. Oké, nou ik denk dat ik deze weg doe. Van Pixi heb ik hier een oogcreme. Ik gebruik geen oogcreme, dus deze doe ik weg. Van Revlon heb ik hier een Hydra Lift Night Cream. Deze doe ik ook weg. En weer van Revlon heb ik de Night Nourishment. Ik denk dat ik deze weg doe. En dan als laatste heb ik hier nog twee kleine capsuletjes. Wat is deze? Een gezichtsolie. Die hou ik. Ik hou altijd van gezichtsolies. En deze is van L'Occitane. Deze hou ik ook. Oké, dit is dan wat ik allemaal hier hou in deze la. Nou jongens, dit is dan allemaal alles wat ik wegdoe. Alles wat ongebruikt is gaat in de winactie. En wat is gebruikt gaat naar mijn moeder. Nou, ik hoop dat jullie hebben genoten van de video en het leuk vonden om te zien. Ik heb weer een aantal producten ontdekt die ik helemaal was vergeten en echt weer wil gaan gebruiken. Dit soort video's zijn altijd ideaal voor mij om weer gewoon wat producten te ontdekken die ik ben vergeten en zo. Er gaat ook weer echt een heleboel weg, want ik heb echt maar één gezicht. En ik vind het gewoon doodzonde als gewoon producten gewoon straks niet meer goed zijn en ik ze moet weggooien. Kan ze beter in winacties doen of gewoon aan mijn moeder geven. Als je dit soort video's leuk vindt, let me know beneden in de reacties. Ik ben altijd heel benieuwd naar jullie mening, want dan maak ik dit soort video's gewoon vaker. En als je gewoon een heel leuk ander video idee hebt, let me know ook beneden in de reacties. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei!